Welkom bij weer een nieuwe Ramawaar. In deze video heb ik voor jullie een top 5 van piramides die je waarschijnlijk nog niet kent. Ga er maar goed voor zitten, want deze video duurt wel eventjes. Als eerste gaan we het hebben over Monk's Mount. Cahokia in Noord-Amerika is de locatie van een oude Indiaanse stad, die van ongeveer 650 tot 1400 bestond. De stad lag aan de Mississippi, nabij het huidige Collinsville. Er was in deze periode de grootste stad ten noorden van de Rio Grande. Monk's Mount is het grootste gebouw en een centrale focus van de stad. Een enorme door mensen gemaakte piramide met 4 terrassen, 10 verdiepingen hoog en een groot platform bovenop. In deze stad was Monk's Mount niet de enige heuvel. In totaal zijn er 120 kunstmatige aardeheuvels aangelegd, waarvan er ongeveer nog 80 behouden zijn. Monk's Mount is verreweg de grootste en is groter dan de grote piramide van Giza. En Monk's Mount is daarmee de grootste prehistorische aardepiramide op het Amerikaanse continent. Monk's Mount wordt zo genoemd omdat er monniken verbleven, nadat Europeanen zich gingen settelen in Amerika. Opgravingen van de top van Monk's Mount heeft ervoor gezorgd dat we nu weten dat er bovenop de piramide een groot gebouw, waarschijnlijk een tempel of een woonplaats van het opperhoofd, stond, die in de hele stad te zien zou zijn. Dit gebouw was ook nog eens ongeveer 15 meter hoog geweest. En nummer 2, de Falicon piramide. In Frankrijk staan diverse piramides. Naast de piramide van de Kelten in de Bretagne-streek hebben we ook de piramide van Falicon. De Falicon piramide ligt in de Franse Riviera. Dit gebied kun je vast het beste door de stad Nice, waar het 10 kilometer vandaan ligt. Op de zogeheten Vleermuisheuvel ligt het haast vervallen bouwwerk. Men weet niet helemaal zeker wat de origine is, maar vermoed werd dat het gebouwd is door Romeinse soldaten, die het af hadden gekeken van de Egyptenaren. De 7 treden van de piramide corresponderen met de 7 initieringsrieten van de Mithras-cultus. Dit is een Oosterse religie die een tijd populair was in het Romeinse leger. Deze piramide is niet algemeen bekend, waarschijnlijk omdat er weinig onderzoek naar is gedaan. De archeoloog John Ward Perkin, een van de weinigen die wel interesse toonde, vermoedde dat het een graftombe was van een verbande Egyptenaar. Hoe dan ook was deze piramide geen precisiewerk. De stenen zijn onregelmatig van structuur. De piramide is ook vrij klein. Met verwijderde bovenkant staat er helaas nu nog maar 3 meter van overeind. Nummer 3 is de piramide van Silbury Hill. Silbury Hill is een heuvel bij het dorp Avebury in Wiltshire in Engeland. Silbury Hill is de grootste door mensen gebouwde prehistorische heuvel in Europa. Ondanks eeuwen van studie en opgravingen blijft Silbury Hill een van de meest raadselachtige prehistorische vindplaatsen in Groot-Brittannië. Het werkelijke doel van Silbury Hill is onbekend. Men vermoedt in verband met andere monumenten in Wiltshire. Waarschijnlijk werd Silbury Hill gebruikt voor religieuze ceremonies. Op de grond heeft de 40 meter hoge Silbury Hill een doorsnee van 167 meter en de top heeft een doorsnee van 30 meter. Uit onderzoek blijkt dat er kort na elkaar 3 bouwfases waren. De eerste fase uit 2660 voor Christus bestaat uit graslagen, door houten staken bijeengehouden. De tweede fase bestaat uit lage kalksteen, door klei gescheiden. De kalksteen kwam uit de rond de heuvel gegraven gracht. Bij de derde bouwfase werd de oude gracht gevuld en werd er een nieuwe gracht gegraven. De kalksteen hieruit werd weer gebruikt om Silbury Hill verder op te bouwen, onder een helling van 60 graden. De opbouw van Silbury Hill laat zien dat prehistorische bouwers verstand hadden van grondstructuren. Je mag Silbury Hill zelf helaas niet beklimmen, maar het is wel vanaf een afstandje goed te zien. Archeologen bleken er in de 18e eeuw een lange, dunne holte in gevonden te hebben. Deze is 12 meter diep en 15 centimeter breed. Tijdens de tweede opgraving werden in de holte eikenhouten stukken gevonden. De archeologen concludeerden toen dat ze op deze plaats ooit een 12 meter hoge houten paal gestaan heeft. Nummer 4 is de piramide van Hellenikon. De piramide van Egypte en die van Amerika zijn beroemd, maar slechts weinig weten ook dat er in Griekenland een aantal piramides staan. Jammer genoeg zijn ze vaak erg klein en is er vaak niet meer dan een ruïne van over. De meest beroemde en best bewaard gebleven piramide in Griekenland is die van Helikon. Het ligt ongeveer 6 kilometer ten zuidwesten van Argos, in de stad Peloponnese. Er staat een hek om de piramide die voor een groot deel ingestort is. De stenen zijn van kalksteen en zijn waarschijnlijk afkomstig uit de directe omgeving. De piramide heeft een vreemde vorm en is aan één zijde open. Elk van de stenen heeft een individueel karakteristieke vorm. Ze zijn trapezevormig en passen precies op elkaar. En op het eerste gezicht kan nergens cement worden ontdekt. Het is onbekend waar deze piramide voor diende. Toeristen wordt vaak verteld dat het een onderkomen was voor soldaten die de weg van Argos naar Tegea moesten bewaken. Maar ontbreekt elk bewijs voor die bewering. Ook naar wie de piramide bouwde en wanneer kan er slechts gegist worden. De resultaten van verschillende dateringsmethoden wijzen op een richting van 400 voor Christus tot 2700 voor Christus. De Hellenikon piramide is op een bijzondere plaats gebouwd. Vanaf die positie kan men de vlakte en de baai van Argos overzien. In vroegere tijden kon de vlakte onder water hebben gestaan, waardoor de piramide een herkenbaar baak is geweest voor binnenkomende schepen. De open zijde van de piramide is aan de kant van de baai, zodat deze piramide zelfs een vuurtoren geweest zou kunnen zijn. De laatste piramide is de Hongshan piramide.
De mysterieuze oude Hongshan-cultuur verdween duizenden jaren geleden, maar ze liet een aantal absoluut verbazingwekkende jadebeeldjes en een piramide gehuld in geheimzinnigheid na. Voor een lange tijd dachten wetenschappers dat de Chinese beschaving begon bij de Gele Rivier. Maar dat is dankzij de vondst van deze piramide dus niet zo gebleken. Er is geen twijfel over mogelijk dat de Hongshan-cultuur een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het land. De oude beschaving leefde ongeveer 6500 jaar geleden en heeft waarschijnlijk het eerste Chinese Rijk gevormd. Zoals vele andere oude culturen hebben de Hongshan mensen ook piramides gemaakt. In 2001 ontdekten Chinese archeologen een piramide die meer dan 5000 jaar geleden gemaakt moet zijn. In de Binnen-Mongolië-autonome regio in het noorden van China. De piramide, gelegen op een bergkam, een kilometer ten noorden van Qijiji, is een stenen gebouw van 3 verdiepingen hoog. Met de onderste laag die meer dan 30 meter lang is en 15 meter breed. 7 graven en de ruïnes van een altaar werden gevonden op de top van de piramide. Op de plaats van het altaar zijn vele stukken gebroken aardewerk gevonden van de Chinese karakter mi, wat rijst betekent. In een van de graven vonden archeologen een fluit gemaakt uit bot, een stenen ring en een stenen beeld van een godin van de grootte van een menselijk lichaam in een ander graf. De Hongshan mensen waren draken en vruchtbaarheidaanbidders. Ze maakten veel voorwerpen waarin draken afgebeeld waren. Ook maakten ze veel jade beeldjes van dieren. En hoewel we veel dieren herkennen in de beeldjes, maakten ze ook figuren die niet te verklaren waren. Hoewel we veel van de Hongshan mensen weten, weten nog maar weinig over hoe ze leefden. Goed, dit was mijn top 5 van piramides die je waarschijnlijk nog niet kende. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ga maar waar.